De tweede autoloze dag is vandaag gehouden in het resort Latour. De Latourweg was van 6:00 morgens tot 6:00 middags gesloten voor voertuigen. Dit evenement is georganiseerd door de padvindersgroep Pater Anton Donisi, de UNDP, de Nederlandse ambassade en Stibula. Het doel van deze dag is het resort bewust maken van een schoner milieu. Volgens Carina Berghout, vertegenwoordiger van Stibula, is dit buurthuis heel erg betrokken in dit resort. Ze vertelt wat Stibula met deze dag wilde bereiken. Wat we met deze autoloze dag willen is een inspiratie, een beweging in het denkproces van ons. En we willen dus ook dat mensen gaan discussiëren erover. Hoe kunnen we het anders doen? Ik denk aan mensen die al recyclen. Dat is de start. Je begint te recyclen, je begint te reusen. Maar het gaat verder dan dat. Het heeft ook te maken met het schoonhouden van je omgeving. Het schoonhouden van je eigen lichaam, je eigen erf. En met deze autoloze dag willen we dus enkele punten, standpunten aanhalen. En dan willen we dus dat mensen daarover gaan discussiëren en nadenken. U zult zien dat de Latourweg is opgedeeld in blokken. En elk blok vertegenwoordigt dus een idee van hoe het zou moeten zijn, hoe het beter kan. De ene praat over sport en beweging, de andere is over gezondheid. We hebben zoveel mogelijk aspecten van de omgeving, want milieu, dat staat voor omgeving. En als die omgeving gezond is, dan zijn de mensen dus ook gezond. Heeft het gehoord via de media, hier is het klaar over een dag dat de weg wordt afgesloten. Ik ben platgebeld geworden, maar ik heb mijn standpunt gehouden en ik heb gezegd, alles gaat door, de weg wordt afgesloten. Het zijn niet in dank zijn afgenomen, maar ja. Ik kreeg ook een maatschappij die zei, als het komt op uw verantwoordelijkheid als we de benzinestations niet kunnen voorzien. Ik zeg, ligt niet bij mij die verantwoordelijkheid, ligt bij u. U weet het maanden van tevoren dat die weg zou worden afgesloten. Dan moet je daarop anticiperen. Volgens Sukarni Salons Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, betekent zo'n autoloze dag veel voor ons land. Zij zegt dat het klimaat verandert en dat wij in Suriname te maken hebben met stijgende temperaturen en veranderende neerslagpatronen. Als het klimaat verandert, zal het ons als mens ook dwingen te veranderen, zegt zij. U hoort ook Sherida Monko, vertegenwoordiger van het directoraat Openbaar Groen, die de buurtbewoners op het hart drukt om beter op hun omgeving te letten wanneer het op zwerfvuil aankomt. Wanneer we kijken, wat gebeurt er eigenlijk wereldwijd met het klimaat? We zien dat het verandert, dat er eigenlijk weersgebeuren voordoen dat eigenlijk beïnvloed is op de mens. Zo ook hier in Suriname. We merken ook dat het klimaat van Suriname ook niet gevrijwaard is van deze veranderingen. We zien in Suriname ook weersgebeuren dat van invloed is op ons. Zoals eigenlijk de afgelopen periode ja, te maken gehad met rukwinden. Mensen hun daken van hun huizen zijn weggerukt. Dus alleen maar ongemak en onkosten voor deze mensen die het ervaren. Zo ook de gebieden die onderlopen. Alleen maar ongemak en ongerief. We weten allemaal dat het klimaat verandert. We hebben te maken hier in Suriname met stijgende temperaturen, veranderde neerslagpatronen. Wat kunnen wij als mens zelf doen? Een autoloze dag is een aanzet tot dit begin. Een autoloze dag betekent dat eigenlijk je meer gebruik gaat maken van fietsen of je gaat wandelen. Dat betekent dat er dan minder broeikasgassen in de atmosfeer zal gaan. Dat is alvast een goede stap. Latour is een kinderrijke buurt, dus laten we met z'n allen ziektes voorkomen. Laten we beginnen om grote schoonmaakacties te plannen. Waarbij een ieder zijn eigen omgeving gaat schoonmaken. En dat denk ik aan, dat denk ik dat andere buurten dit ook zullen overnemen. Er is zeker zo dat Suriname een mooi land is. Maar we kunnen het mooier en gezonder maken. Maar dat ligt aan onze mentaliteit. Mentaliteitsombuiging moet er zijn. Ja toch mensen? We laten alles voor. Lanti moet dit doen, Lanti moet dat doen. Nee, we moeten het zelf doen. En waar wij niet kunnen inkomen, dan komt Lanti in.
Tot zover Sherida Monco en daarvoor Soukarni Salons Mitro. Zij spraken tijdens de autoloze dag die vandaag voor de tweede keer is gehouden in het resort Latour. De eerste autoloze dag is in 2014 gehouden.